Yeah, no problem, man. Thank you, man. No problem. Yeah. Ja, ja, goed. Ja, ja, ja. Ja, altijd. Steve, Fijnjur, Edson, Ryan, Lisandro. Yes. Het is niet dat je bijvoorbeeld de eerste wedstrijd speelt en dat je gelijk denkt van oké, op naar de 100. Maar ja, naarmate je veel wedstrijden speelt en Brian had natuurlijk ook, toch, oh ja, ik heb ook binnenkort denk ik 100, dus ja, dat is natuurlijk wel iets heel moois, echt iets heel speciaals. Ja. We waren 8 toen we ook samen hier kwamen in de F1 en ja, toen hebben we altijd samen gespeeld en ja, soms was hij bijvoorbeeld een team hoger dan ik en soms was ik daar en ja, wat je zegt, was heel parallel en ja, heel leuk om met je beste maatje dat mee te maken. Ja. Ik ben Kenne, ik speel linksback en ik speel in de E1. In zijn debuut in de Eredivisie, Kenne Taylor. Goed gedaan door Taylor en de goal toch nog. Dus mag Taylor door. Hij krijgt daar een middenbal terug en ja, dat is dan heerlijk binnenkomen. Rensch, Taylor, dan is het raak. Eerste basisplaats, eerste goal in de Ajax 1. En het hier nu 3-0 wordt, ja, dat kan natuurlijk niet mis. Bobby op Taylor en daar is nummer 5. En Taylor is dan toch ook lekker bezig, want die scoorde ook al tegen Fortuna, zijn tweede van dit seizoen. Dus voor Taylor, hier is over nagedacht bij Ajax. En dan is Taylor de man. Taylor voor 1-1. Het is al 1-1, dat is razendsnel. Taylor en de droge knal is goed voor de 2-0. En dit is sterk van Taylor. Taylor was nog maar een schot. Tadic lepelt hem richting Taylor. De vierde is binnen. Taylor is de man. Oh, schitterend. Taylor, prachtige goal. En de glimlach bij Kenneth Taylor. Met rechts, die valt goed. En die valt erin. Het is raak. Kenneth Taylor. 3-2, voorsprong terug. En die is binnen. Wat een geweldig doelpunt. Taylor doet het. Ja, het is wel leuk om ook oude beelden terug te zien. Dus ja, heel leuk. Oh, wat nog corona. Ja, omkleden. De trainer had gezegd, denk ik, van... dat ik in mocht vallen voor mijn debuut, dus ja, heel mooi moment. Een beetje lachen hier met Ryan. Ja. Ook iemand die je al lang kent natuurlijk. Ja, ook, die was ook in de F1 met ons samen. Dat is natuurlijk denk ik een van je mooiste momenten uit, ja, uit je carrière, je debuut. Dus ja, heel mooi, speciaal ook. Ja, het was dus corona, dus er was volgens mij helemaal geen publiek. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, ja, ik heb dat eigenlijk, ja, ik heb daar nooit zo over nagedacht, moet ik zeggen. Ik vond, toen we debuut maakten, dacht ik gewoon alleen maar van, ja, heel mooi, heel trots. En ja, jammer dat, dat de arena natuurlijk niet vol was, maar goed, ja, het mocht de pret niet bederven, zeg maar. Dat eerste seizoen kwam je tot 3 wedstrijden. Ja, 1 rode kaart. Tegen VVV. Dat was denk ik mijn derde wedstrijd, dus het einde van het seizoen was dat. Ja, zo gek eigenlijk, hoe het publiek nu zo allemaal ziet. Maar ja, op dat moment was het een soort van normaal natuurlijk. Want ja, toen wisten we niet beter, zeg maar. Dat seizoen was gewoon zonder publiek. En als je het nu zo terug ziet, is het natuurlijk wel heel apart, ja. Jullie stonden hier op het dek. Ja. Maar beneden? Stonden we ja, er wel, het was eigenlijk mensen zo. Ja, dat was wel nog mooi natuurlijk, dat je het wel samen kon vieren. Want uiteindelijk doe je het natuurlijk samen. Ja, dus dat is altijd leuk en mooi. En dat gaf wel nog een beetje het gevoel ook van oké, we doen het, we hebben het samen gedaan, zeg maar. Dus. Berghuis valt om. Hij gaat eruit. Oh, mijn debuut, Champions League. Ja. Ook een droom die uitkomt eigenlijk. Je debuut maken in de Champions League. En ja, een hele mooie shirt. Echt mooie shirt vond ik dat. Dus dat was wel ook echt mooi. Ja, Besiktas uit. Het was ook echt een hele goede sfeer, daar kan ik me herinneren. Dus dat was echt wel een leuke wedstrijd. En we wonnen hem gelukkig. Dus ja. Ja, uiteindelijk zijn dit natuurlijk alleen maar dromen die uitkomen. De debuut bij Ajax eerst en ja, toen in de Champions League. Maar goed, als ik al die filmpjes zo zie, dan zijn het natuurlijk alleen maar dromen. Dus ik kan wel je dag zeggen dat het een droom was, maar dat is misschien niet zo leuk. Maar ja, uiteindelijk was dit ook echt wel een droom die uitkwam. Ja, dat jaar speelde ik dus wel veel en ja, dan heb je ook het gevoel dat je ook echt een aandeel erin hebt gehad. En ja, dat is denk ik het mooiste wat er is. En ja, het wordt natuurlijk nooit gewoon, want elke keer, heel eerlijk, elke keer als je weer
trappetje oploop, dan is het toch weer echt wel een mooi moment. Soms vragen mensen dat ook wel eens van, wordt dat niet normaal? Maar op een of andere manier is dat nooit echt normaal. Het is altijd weer mooi. En, ja. Wat was de meest bijzondere wedstrijd voor je? Ja, dan denk ik toch wel de wedstrijd tegen Heerenveen, de kampioenswedstrijd van dat 22, jaar. Ja. Ja, omdat we dat jaar daarvoor dus geen huldiging hadden gehad. En ja, nu werden we dus kampioen in het eigen stadion en met alle fans was de huldiging in het stadion. En ja, dat was gewoon heel mooi, de vibe was echt leuk en ja, alles was daar gewoon wel heel top aan. Echt speciaal denk ik, dat wel een van mijn speciaalste wedstrijden was. De hoekschop van den Boom. Ja, die bal blijft daar nog liggen. En die is binnen! Wat een geweldig doelpunt van de man die werd uitgefloten. Taylor doet het. Ja. Gelukkige goal. Wel, want zoals ik had al aangegeven, was eigenlijk bedoeld als voorzet. En ja, hij viel binnen, maar ja, het maakte me heel eerlijk gezegd niet zoveel uit. Want ja, we waren door. We hadden gewoon een lastige wedstrijd waarin Bodo gewoon echt wel goed speelde en wij niet zo goed. Maar goed, ja, die wedstrijd moet je ook winnen en ja, die hadden we uiteindelijk gewonnen. Dus ja, daar was ik wel heel blij om natuurlijk. Je had best wel wat kritiek daarvoor gekregen. Ja, hoe ga je met dat soort momenten om? Want dat lijkt me niet altijd makkelijk. Ik weet inmiddels wel hoe daar mezelf in... hoe ik daarin moet handelen, zeg maar. En ja, what doesn't kill you make you stronger. Dus ja, zo is het altijd hoe ik het denk. En ja, het is natuurlijk niet leuk. Maar goed, uiteindelijk gaat de wereld gewoon door. En moet je gewoon verder gaan. En het enige wat ik kan doen is mezelf ontwikkelen. En mezelf elke dag beter maken. En dat is eigenlijk de mindset die ik gewoon heb. En ja, het kan niet altijd alleen maar met de stijgende lijn gaan. Dus, ja. Je carrière in Ajax 1 tot nu toe, zeg maar, hoe zou jij hem omschrijven? Ja, heel mooi. Gewoon, ja, wat zoals kwam hier toen ik 8 was natuurlijk. En ja, gewoon heel mooi. Veel vrienden hier gemaakt. En ja, ook de mensen in en rondom de club. Ja, gewoon heel leuk om, want nog steeds werken we met hun samen. Of zie ik mensen van die ik mee heb gemaakt in de jeugd. Dus ja, dat is wel iets heel moois en speciaals, denk ik. En ja, dat is gewoon eigenlijk ook een soort familie, zeg maar. En ja, dat is voor mij gewoon heel erg waardevol. Ja. Wat is je volgende doel bij Ajax? Ja, uiteindelijk het allermooiste wat ik wel heb gemist nog in mijn carrière, zeg maar, is een kampioenschap met huldiging. Dus dat. Hey, ik ken het grote vriend van me. Gefeliciteerd met je 100ste wedstrijd. Verdiend. Blijf je best doen, vriend. Dan komt alles goed. Je krijgt de groetjes van sushi. Mijn honden. Eentje zit te slapen. Groetjes. Ja, leuk. Jullie mogen trots op elkaar zijn. Ja, zeker. Zijn we ook. Zijn. Toch? En op jezelf. Ja, zijn we ook. Ben ik ook.